super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag een cozy H&M home shop vlog voor jullie. Ik zag echt heel veel leuke dingen en ik had alles in mijn winkelmandje gedaan. Dus ik dacht, het is leuk voor een shopvlog. Floor uit de toekomst hier. Voor ik opmerkingen of zo erop ga krijgen, of erover ga krijgen, ik heb een koortslip. Dus dat is wat je hier ziet. Dat wou ik even gezegd hebben. Ik ga weer verder editen en veel plezier met kijken. Het is alweer de 5e echte cozy video. En ja, ik krijg hele leuke complimentjes over de cozy video's van jullie. Hele leuke comments ook, dus ik wil je daar heel erg voor bedanken. Ik vind het zelf ook heel erg leuk. Dus ja, dat doet me echt heel erg goed dat jullie het ook leuk vinden. Ik hoop dat jullie de H&M Home Shoplog net zo leuk vinden als ik. Ik ben heel erg benieuwd hoe het in het echt is. En laten we snel beginnen. Doe zeker even dat duimpje omhoog als je zin hebt in de video. En abonneer op mijn kanaal voor als je op de hoogte wil blijven van alle cozy video's en alle andere video's die erna nog allemaal komen. Dus de H&M Home Shoplog. Nou, waarom is die cozy? Ik heb echt een beetje kerstgerelateerde dingen gehaald. Kaarsjes, dingetjes, mokken, helemaal gezellig. Dit is de doos. Hij is echt gigantisch. Oeh, ik ben namelijk alweer een beetje vergeten wat ik heb besteld. Dus dat is altijd leuk. Ik moet zeggen, H&M Home heeft echt super leuke dingen. Ik woon in het dorpje, hier heb je geen H&M. Anders was ik denk ik elke dag even langs gegaan om te kijken. Vooral bij de home afdeling. Maar ook op het internet staan hele leuke dingen. Of gewoon op de app, zeg maar. Maar ook heel veel uitverkocht. Echt super jammer. Maar desalniettemin heb ik hele leuke dingetjes. Oké, dit zit erin. Ik hoop dat ik het een beetje kan laten zien. Allemaal doosjes en een paar dingen zitten al los erin. Dus ik ga het openmaken. Ik heb ook even mijn mobiel erbij voor de bestellingen. Dan kan ik zien hoe duur alles was. En dan gaan we snel beginnen met deze H&M Home Shop vlog. Trouwens, een disclaimer. Mocht je wapperende dingen horen, het waait gigantisch hard. Het is echt een beetje aan het stormen buiten. Dus ik heb alle deuren hier in het huis dicht gedaan, maar toch klappert het een beetje. Dus sorry daarvoor als je dat hoort. Maar ja, storm of zo. Nou, de eerste item die ik zie is dit. En dit vind ik heel erg leuk. Ik ga het openmaken. Ik dacht, als we toch een beetje in de kerstsfeer nu moeten komen, is het wel leuk met een kussensloop. Oh, maar deze is groot. Ik wist niet dat die zo groot was. Heb ik wel zo'n grote kussen? Nou ja, komt wel van pas. Het is deze kerstboom. En ik vond hem echt heel erg cute. Ik vond hem niet te, weet je wel. Je hebt ook van die kerstdingen waarvan je denkt iets te, maar dit is gewoon heel simpel. Het is dus gewoon een kerstboom in het groen met een, ja, een beetje een beige of white achtergrondje, zeg maar. Het is ook een beetje van dat, het is wel wat dikker, zeg maar, dat kussensloopje. Dus ik vond deze heel erg leuk voor op bed. Eén kussen en dan zo op bed. Ja, dat zag ik helemaal voor me. Hij is dus 50×50. Ik had het kunnen weten, maar ik wist niet dat het zo groot was. Ik dacht, nou, gezellig. Maar goed. Even kijken. Als het goed is, ik zie hier een pakbon. Kan ik zien hoe duur dit was? €7,99. Hij heeft dus hier een rits. Dus je kan hem gewoon een kussen erin doen. Yes. Dus dat is top. Lekker handig. En ja, ik weet niet. Ik vond die kerstboom gewoon heel erg schattig. Dan iets kleiners. En dit zag ik liggen. En ik dacht, dit is altijd handig. Dit zijn de Gift Tags 5 Pack. Dit. Ik ga het even openmaken. Oké, dit zijn verschillende soorten. Je hebt dus deze, je hebt met deze en met deze. En dit zijn gewoon van die kaartjes die je aan cadeautjes kan doen en waar je wat kan opschrijven. Wij gaan dit jaar wel gewoon kerst vieren en cadeautjes doen. Dus ik vond dit leuk om bij de cadeautjes toe te voegen. Als jullie dit zien, deze video, komt er nog het een en ander aan op mijn kanaal. Heel erg leuk. Dus hou dat zeker in de gaten, maar daarvoor heb ik ook nog zulke dingetjes besteld. Maar goed, dit is altijd handig. Oh, je hebt ook nog een beer, zie ik. Nou, enig. Dus dit voor cadeautjes. Helemaal leuk voor het inpakken met kerstcadeaus. Dus die. En die was echt vet goedkoop. Volgens mij was dit 99 cent. Set van 5. Oh, €1,99. 1 euro. Oh, deze was in de korting. Ik wou zeggen. Hij was wel 99 cent. Normaal kost hij 2 euro, maar hij had 1 euro korting. Dus hij was 99 cent. Dan nog iets kerstigs. Voor kerst dit jaar wil ik, zeg maar, ook daar op de spiegel heb ik nu zo'n herfstblaadjes ding, zeg maar. En daar wil ik dan een soort, je hebt van die takken en van die dennen dingen. Van die den. Dat wil ik daar dan zo heel gezellig ophangen. Dus dit jaar met kerst ga ik het allemaal even anders inrichten in mijn kamer. En daar vond ik deze heel erg goed bij passen. Want ik heb dus nu een oud roze kamer met zwart, wit en goud. Dat is zeg maar het thema.
En deze past daar helemaal bij. Dit is een kandelaar waar je een kaars in kan doen. En die vond ik echt heel erg vet. Hij is ook super zwaar. Het is dus een beetje zo'n eland gevoel. Geeft hij zeg maar met van die... Nou, ik kom gewoon niet op mijn woorden. Nou ja, goed. Jullie snappen wat ik bedoel. Ik kom echt niet uit mijn woorden. Maar deze dus. En hier kun je dus nog een kaars in doen. Dat vond ik wel heel erg leuk. Want ik zoek nog heel erg veel van deze kandelaars. Ik vind het echt geweldig. En je hebt ze ook heel veel tegenwoordig. Dus... ja, ik moet me altijd een beetje inhouden. Maar deze vond ik heel erg leuk. En dan wil ik nog van die kleine kaarsjes wat je erin kan doen halen. Niet van die hele lange, maar iets kortere. Maar daarvoor wil ik nog de perfecte kleur vinden. Beetje beige of zo vind ik wel mooi. Dus als jij weet waar je dat kan halen, let me know in de comments. Ik zoek dus van die leuke kaarsjes die je in dit soort dingen kan doen. En dan een beetje een beige kleurtje. Dat vind ik wel heel erg leuk. Deze kost... metalen kandelaar, die kost €14,99. Hij is ook echt zwaar, dus ja, ik vind hem heel erg leuk. Goed, dan een... ingepakt cadeautje of zo. Oh ja, leuk. Oh, dit vind ik heel leuk. Dit is een kaars. Die ga ik afhalen. Zo. Dit is een geurkaars. En hoe schattig is deze kleine kaars? Het is dus de geur Scented Bonfire. En ik heb al heel veel fire geurtjes. Ook van Woodwick. Ik heb, hoe heet ik weer? Fireside. Nou, Bonfire. Ik ben benieuwd hoe die ruikt. Oké, hij is iets anders dan ik had gehoopt. Hij is nog best wel een beetje aan de zoete kant. Maar op zich wel lekker. Een heel apart geurtje. Maar ik vind eigenlijk vooral hoe die eruit ziet helemaal schattig. Dus deze kleine geurkaars in. Dus een beetje een bruine verpakking met een goud etiketje en de geur Bonfire. Die klonk het lekkerst, vond ik. Deze kost €2,99. Het volgende pakketje. Maar ze maken het wel spannend zo. Huh? Allemaal karton. Oeh, ik weet denk al wat het is weer. Het is een gift setje met allemaal kerstgeuren. Ik ga deze ook cadeau doen. Een buurmeisje van mij is laatst jarig geweest. En ik dacht, dit is nog wel een leuk cadeau om te geven. Het is de Christmas Scented Candles. Lijkt me echt. Och, alleen al dit, hoe dit zo eruit ziet. En kerstgeuren, ik vind het heel leuk. Ik hoop dat het lekker smaakt. Dus, of ruikt, smaakt. Eigenlijk wil ik dit stiekem nog wel even ruiken. Het kostte €9,99, dus tientje. Ik ga hem heel voorzichtig openmaken, omdat ik gewoon heel erg graag eventjes wil ruiken welke kaarsje erin zit en of dit lekker ruikt. Je hebt de geur Christmas Tree. Dat is een Woody Notes of Pine en een Hint of Eucalyptus. Oeh. Deze ruikt inderdaad echt naar een dennenboom. Erg lekker. Die zit erin. Dan zit er in peppermint. Peppermint vind ik altijd zelf iets minder. Playful candy cane mixed with delicate vanille. Oké, dat klinkt eigenlijk wel lekker. Oeh. Wow, het is letterlijk inderdaad candy cane. Peppermint candy cane met vanille. Dat is gewoon precies dit. Staat er ook op, dus zou het moeten. Maar het ruikt inderdaad echt zo. Ja, heel erg lekker eigenlijk. Deze. En dan zit er nog de geur in cinnamon. Nou, we weten allemaal wel hoe cinnamon ruikt. Gewoon kaneel. Rich cinnamon with a twist of orange. Oh ja, dit is wel echt heel lekker. Dus die zit er ook nog in. Ik ga even het cadeautje weer in elkaar zetten. Nou, dit is toch een super leuk cadeautje. Ik vind het echt heel erg leuk. Ziet er schattig uit. Dus deze ga ik straks lekker cadeau geven. Heel erg leuk deze kerstkaarsen. En die kost dus €9,99. Ik zal trouwens alles wat ik nu laat zien in de beschrijving linken. Dus mocht jij een item of iets willen, kijk dan even de beschrijving in deze video van deze video. En dan staat daar alles gelinkt. Oh ja. Heel leuk. Ja, ik vond dit echt prachtig om een... paar van die kleine pluimpjes in te doen. Dit is een, nou ja, een vaasje zeg maar. Er zit een heel mooi patroontje in. Een beetje van het kristal. En dan heeft hij een gouden rand. Persoonlijk zelf echt super leuk vind. Ja, ik zie dit helemaal voor met van die pluimen, maar dan echt minis. Dus deze vaas en daar ga ik pluimpjes in doen met een goud randje. Ik vond het echt leuk. Ze hadden dus ook van die hele mooie drinkbekers met een goud randje en ook champagneglazen met een goud randje. Maar die drinkbekers die ik heel graag wilde met een goud randje, was uitverkocht, helaas. Dus ik heb deze gedaan en ik vond dit echt heel erg schattig. Deze kost... glazen vaasje, is dit een? Ja, dat is deze. €3,99. Dan het volgende pakketje. Oh my god, ik wist niet dat dit zo groot was. Oh, dat vind ik echt top. Ik weet niet of jullie zien hoe groot het is, maar het is echt groot. Ik dacht dat het echt gewoon zo was. Gewoon een normaal kopje. Maar hij is echt
heel erg groot. Dit is mijn hand. Oh, dit vind ik top. Ik vind deze zo mooi. Het is dus een mok, een kopje, waar je een lekker kopje koffie... Wow, kopje koffie in kan doen. Of thee, of chocomelk met slagroom. Het is dus van het aardewerk. Echt zo mooi. En er zit dus een bruin randje omheen. En hij is een beetje grijzig, wittig, blauwig. Een beetje gemengd. Heel erg mooi vind ik deze. Wauw, maar ook gewoon hoe groot hij is. Hij is echt huge. Heel leuk. Ja, oh, helemaal verliefd op deze. Deze kost... Volgens mij heb ik hier twee van besteld. Hij kost €4,99, maar ik heb er twee besteld. Dus het kost in totaal tientje, zeg maar. Dus deze mok. Hier is de andere. Kijk nou, dit is toch super leuk. Oh, ik ben echt verliefd op deze mokken. Het is wel leuk, want ik spaar dus al voor mijn uitzet. Ik woon nu nog bij mijn moeder. En nou ja, die schuif ik al uit huis. Ik vind dat echt, lijkt me helemaal leuk. Bij mijn vader ben ik al helemaal aan het inrichten voor ja, die kamer, zeg maar. Met keukentje, alles komt daar. En ja, heel erg leuk. Dus mocht je trouwens daarvan op de hoogte willen blijven. De allereerste verhuisvlog daarvan staat al online. Ik zal hem hierboven even linken. Maar er komen dus meer verhuisvlogs aan. Ik heb al heel wat gevlogd daarvoor. Dus dat komt allemaal een beetje in het nieuwe jaar. Want dan is het gewoon helemaal af. En dan, dat is gewoon top. Dus ja, wat ik wil zeggen is dat ik al spaar voor me uitzet. En daarvoor heb ik servies met bruine randjes aan de bovenkant. Dus dit vond ik daar heel erg mooi bij passen. Dus dit setje, echt heel leuk. Goed, dan komen we aan bij het laatste pakketje. En nou weet ik al wel wat het is. En misschien sluit het wel het cozyst af. Ik kon het echt niet laten. Ook weer een mok. Ja. Het is deze witte mok met een rendier erop. Maar wat ik heel erg mooi vind, is dat hij weer een heel mooi bruin randje heeft. En dat maakt het gewoon echt af, vind ik. Ja, deze wintermokken, die had ik echt nog nodig. Ik vind dat echt... top met chocomelk en heel veel slagroom. Dus deze rendier mok. Heel erg cute vind ik deze. En ook deze kost €4,99. Nou, dat was dit alweer de shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe even dat duimpje omhoog als jij hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal. Ik ben echt mega blij mee. Ik zit ernaar te kijken. En ik denk echt, oh wat een plaatje bij elkaar. Zo, echt heel erg leuk. En vooral die grote mokken. Oh, dat was echt een verrassing. Super leuk. Nou, dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze cozy video. En dan zie ik jullie tot de nieuwe cozy video. Doei doei!